zou eigenlijk al van kind af aan, zeg maar, de beste willen zijn in alles. Ze gaat ze al vanaf mijn 7e. Dus. Dat is een, al een hele tijd. En nu was het 96, 97 zo dat er flink wat ijslassen lag op de sloten. En toen kwam de Elfstedentocht langs ons huis. Ongewend daarachter. Omdat een schooljuffrouw van schoolschaatsen heeft gezegd dat ik maar eens bij de club moest gaan kijken. Of dat niet wat voor mij was. Nou, eigenlijk schaatsen mijn broer. Nou, dat komt eigenlijk een beetje door mijn opa. En toen zei ik van, papa, mama, ik wil niet naar de eerste training. Ging mijn broertje, ging een zwemles. En ik ging altijd mee om te kijken. Die heeft schaatsen voor me gekocht toen ik een jaar of 4, 5 was. Ik zat in mijn trainingspak, in mijn villa trainingspakje. Ja, toen kreeg ik houtjes onder gebonden en ik vond het prachtig. Ik vind het schaatsen gaaf omdat je heel hard gaat. De snelheid is gewoon gaaf. En ik dacht van ja, dat wil ik ook. Ik vind het gewoon het gevoel over het ijs gaan met snelheid, dat geeft me gewoon. Ja, die winter ben ik begonnen met schaatsen. En mijn moeder die vroeg of ik een stoel nodig had en ik zei dat dat niet hoefde. Op een gegeven moment dan word je ouder en dan ontwikkelt je lichaam wat meer. Lage noorden, nou ja, hoge noorden, zo gaat het vanzelf wel door. Ik trok mijn schaatsen aan en ik schaatste weg. En mijn opa zei van dat is een talentje, dus die moeten we op schaatsen zetten. Schaatsen is vooral heel mooi wanneer alles klopt. En winnen en verliezen. Het kan soms ook wel enigszins frustrerend zijn wanneer het niet wel. Het meest lastige en de grootste uitdaging voor een coach is natuurlijk om ieder individu op de juiste manier te triggeren. Ik moet gewoon nog op toernooien leren presteren door mentaal sterker te worden. Soms mezelf een beetje schop onder de kont geven van ja, je kan niet altijd, het gaat niet altijd op, het gaat niet allemaal vanzelf. Mijn rol is vooral de achtergronden, de trainingen. Ja. Ik ontdek steeds meer. Je hele leven eigenlijk in het teken van schaatsen staan. Wilskracht, doorzettingsvermogen. Dat het eigenlijk nooit klaar is, dat je altijd dingen kunt verbeteren. Je kunt niet elk weekend naar je vriendinnen of opstap of allemaal leuke dingen doen. Bijleiden. Wat ik het leukst vind is de 1500 meter. Dat is gewoon een afstand die kan heel goed gaan, maar die kan ook ontzettend slecht gaan. Als je geen passie hebt, dan kom je ook niet verder en je moet een doel hebben. En daarin geloven. Ik wil heel graag het beste uit mezelf halen en daarmee dus het beste van de wereld worden. De uitdaging is dat je daar een onderdeel van bent en dat jij mensen zo goed maakt dat ze dat kunnen bereiken. Veel topsnelheden. Ja, het beste uit jezelf halen. Ik hoop er iets aan bij te dragen. Dat is alleen maar leuk. Heel hard werken. En heel veel plezier. Tijd volop van rijden. 4-12-09. Sneller, 4-12. Ik denk dat bij heel veel mensen dromen ze Olympisch kampioen. 4-11-94. En nu weet je het. Een gouden medaille halen op de Spelen. Olympisch goud. Bij mij ook. Omdat het de mooiste sport is hier.